Gee, ik heb afgelopen week mijn mol op de radio horen zeggen dat hij er binnenkort uitgaat. Dus, dat stuurde je me door inderdaad. Ja, ik luister eigenlijk nooit radio. Ik zit ook weinig meer de hele dagen op school of zo, dat je dan ook de radio op de achtergrond aan hebt staan of waar dan ook. Dus dit kreeg ik inderdaad opgestuurd op Radio 2, waar ik overigens ook nooit naar luister. Maar daar hebben in ieder geval Jan-Willem Roodbeen, dat is ook een oud kandidaat. En natuurlijk Jeroen Kijkendevechten, een kandidaat in dit huidige seizoen. Hebben daar een radioshow, een ochtendshow. En ze hadden het op een gegeven moment over Wie is de Mol. Dat was natuurlijk de eerste aflevering was net geweest. En Jeroen had al een paar keer gezegd dat hij niet mee zou doen, maar hij deed dus wel mee. Hij probeerde het ook om mooi te verpakken, maar het klonk heel erg alsof hij eruit zou gaan inderdaad. Ja, diegene vroeg dus naar wat details over het seizoen. En toen zei Jeroen dus inderdaad van, daar wil ik eigenlijk pas iets over zeggen als ik eruit gevlogen ben. Hebben jullie het vanochtend al over Wie is de Mol gehad met Jeroen? Ja, klopt. Waar wil je het over hebben? Ja. Nou, ik ben wel benieuwd hoe hij het heeft ervaren natuurlijk. Ja, kijk, deze tweede keer. Het punt is dat ik ga maar even zo zeggen, dat ik vind het superleuk natuurlijk om erover te praten, maar alles wat direct met het spel te maken heeft, dat doe ik nu nog even helemaal geen uitspraken. Dan wacht ik nog even tot ik eruit gevlogen ben. En dan doen we wel een uitgebreide... Of dat ik natuurlijk de winnaar word of de mol. Ja. Toen moest hij zichzelf even herpakken, maar dat weet hij wel beter. Het klonk alsof hij zich echt versprak. Dit is de Molcast met Guido Verheijen en G. Kusters. Goed, we gaan het in deze Molcast natuurlijk over de tweede aflevering van het jubileumseizoen hebben. Mijn naam is Guido Verheijen. Ik zit hier weer tegenover G. Kusters, digitaal aan de overkant. En de tweede aflevering was de titel Listig. Maar ja, dat kan natuurlijk weer op iedereen slaan. Zoals iedere aflevering. Zoals iedere aflevering. We maken altijd een lijstje met wat we willen gaan bespreken in deze aflevering. En ik heb hem er ook maar gewoon niet tussen gezet. Want ja, de aflevering is niet heel erg van toepassing volgens mij. Nee. Laten we gewoon lekker doorgaan naar de eerste opdracht. Het was steenrijk. Ja. En allereerst, de locatie was gewoon weer prachtig. Ja, maar ik denk dat dat iedere aflevering wel zo gaat zijn. Ja, ja, het is toch wel een stukje waar je... Tenminste, ik ben nooit in Italië geweest, maar na deze beelden gezien te hebben, heb ik wel zoiets van, misschien wil ik toch maar een reisje naar Italië boeken als corona. Het ziet er zeker niet verkeerd uit. Maar dat vind ik sowieso bij Wie is de Mol, dat welk seizoen het ook is, ze altijd wel spectaculaire beelden hebben, al zitten ze midden in de stad, al zitten ze op het platteland, er zijn altijd wel prachtige beelden van. Ja. Ja, die researchreizen wat ze altijd voorheen doen, voordat ze echt op reis gaan en gaan opnemen. Dat zoeken ze wel heel goed uit, die plekjes inderdaad. Ja, mag even iemand een snoepreisje gaan maken. Ja, ik wil me graag aanmelden om dat te doen. Ja, nee, dat ook wel. steenrijk ik dus. Ik offer me wel op. En er waren dus twee teams, die moesten naar elkaar toe lopen. Volgens mij was het iets van 2 kilometer lang die weg. Maar dat moesten ze dus ook allemaal doen met stenen die eerst nog niks waard waren. En dan later kwamen ze bepaalde punten tegen waarin ze dus die waardeloze stenen konden ruilen voor zilveren stenen. Die waren 5 euro per stuk waard. En dan waren het 5 stenen volgens mij voor 2 stenen van ieder 5 euro. Als ik me niet vergis. 2 stenen voor 5. Ja, 2 stenen voor 5. Ja. En even denken, later waren er ook nog gouden stenen. En die waren 25 euro per stuk waard. Ja, 5 voor 25 was het toen. Ja. Ja. Oké. Okay. Wat is je opgevallen bij deze opdracht? Nou, ten eerste dat volgens mij echt vrij weinig stenen om zijn gerold in het algemeen. Ja. Want weet jij toevallig wat de max was? Ik meen 2.500 of zo, of 2.2? Ja, ik heb hem hier opgeschreven. 2.222 euro en 50 cent. Ja, en daar is in totaal 190 euro verdiend. Ja, en dat moest dan nog gedeeld worden. Dus dat werd 97,50 euro en Rick maakte er toen 100 euro van. Ja, dus dat is echt niks verdiend. Nee. Dus ten eerste zijn er echt gewoon 0 stenen uit die dingen gehaald. Ja. Door beide teams. En daarnaast vond ik het heel apart dat, moet ik het even goed zeggen, in het team van Tycho, Jeroen, Nicky, Peggy en Natja, waren de mannen heel erg aan het klagen over hoe zwaar de dingen waren. Terwijl ik
Jeroen en Tycho. Nou, ik wil niet judgen, maar ze zien er nou niet uit alsof ze niks kunnen showen. Nee, vooral Jeroen, dat is zo'n grote, robuuste man van bijna 2 meter. Ja, maar Tycho ook. Het is ook gewoon een grote man. Dus ja. Ja. Die moeten toch wel even... En ja, ik geloof best dat het zwaar is, maar... Het lijkt me nou niet dat je er per se stenen uit moet gaan gooien. Omdat het zo zwaar is. Nee, zij waren met z'n tweeën op een gegeven moment stenen eruit aan het gooien inderdaad. En daar was Nicky nog aan het toekijken. Dat vond ik ook ja, wel. Die heeft ook niks gezegd volgens mij. Nee, maar volgens mij gooiden ze wel alleen die waardeloze stenen eruit. Dus... Ja, maar dan net zo goed vind ik het gek. Want ja, je weet eigenlijk die waardeloze stenen hebben ook een waarde. Want je kunt ze inruilen. Ik zit me af te vragen, zouden die waardeloze stenen nou lichter zijn geweest dan dat ze die stenen van die 5 euro of die 25 euro in het mandje zouden hebben gedaan? Want geen idee. Op zich lood je 5 waardevolle stenen, maar je krijgt wel... wat zwaardere stenen voor terug, denk ik. Maar misschien dat het dan wel wat licht... Je zegt het precies verkeerd. Je loost 5 waardeloze stenen. Ja, dat bedoel ik. Ja, inderdaad. En je pakt er dan 2 weer op om mee te nemen, volgens mij. Als ik ja, het goed precies. Ja. Dus misschien dat het mandje wel lichter wordt nadat je ruilt. Ja. Ik denk ook dat veel van de kandidaten... deze opdracht misschien een beetje... de hoeveelheid checkpoints die ze tegenkwamen een beetje overschat hebben. Want ze waren 2 keer bij 5 en toen kwamen ze bij 25 en toen zeiden ze... Oh, maar misschien komt er nog wel meer. Ik weet dat Ellie bijvoorbeeld zei, ja, na goud komt platina. Ja, en dus, diamant volgens mij. Ik denk dat heel veel kandidaten misschien wel verwachten dat er nog meer checkpoints zouden komen. Maar ja, dat is niet gebeurd dus. Wie is de mol, hè? Dus ja. Maar dat maakte deze opdracht denk ik ook wel erg moeilijk. Ja. Kijk, als je wist, er zijn 3 checkpoints, dan... Ja. Maar je wist dan niet precies hoeveel bij ieder checkpoint, dan had het misschien iets duidelijker gemaakt. Wat ik ook wel vond is, kijk, de makers weten natuurlijk, ze gaan bij 0,5 eindigen. Dat is het midden van het pad, daar kruisen ze elkaar. Ja. Dus één van de 2 teams, want volgens mij komen ze bij de ene kant 1,75 keer tegen en de andere 1,5 volgens mij tegen. Dus één van de 2 teams moet dan beslissen van ik blijf hier staan en ik hoop dat het andere team sneller is en mij kan kruisen op dit punt. Maar dat betekent dat het andere team dus meer dan de helft moet lopen om bij dat paaltje terecht te komen. En als ik al zag dat ze op de helft ongeveer nog 3,5 minuut over hadden, had ik al zoiets van nou, zouden ze dat wel gered hebben eigenlijk? Nou, dat denk ik dus inderdaad niet. Ja. Maar ik heb het idee dat er ook wel flink getreuzeld is. Dat denk ik ook, ja. Dat vond ik ook. Want ik vond Ron in het begin al heel erg aan het schommelen. Dat bedoelt Patrick volgens mij ook. En later hebben ze het ook nog heel eventjes... Heeft Tycho het vooral heel erg over Jeroen. Dus inderdaad waar we het net al over hadden. Dat hij heel erg last heeft van spieren. En Natja drukt heel erg tegen. Dat wordt ook een keer aangegeven door... Ik weet nog niet wie het was. Tegen volgens mij door Peggy. Ja, klopt. Ja, volgens mij gaf zij ook aan van... Ja, je drukt meer met naar beneden als dat je me naar boven helpt. Ze had ook een rare techniek om andersom te gaan lopen. Achteruit. Ik heb er nooit iemand horen zeggen dat achter op een berg makkelijker is dan vooruit. Nee, ik ook niet. Moet ik toch wel eens een keer gaan proberen dan. Ja. Tip voor alle sportliefhebbers. Ja, achterop. Probeer het eens. Achteruit de berg. Nou, ik even een grappig verhaal tussendoor. Ik loop wel eens voor coronatijd natuurlijk de Airborne tocht. Dat is in Oosterbeek. Dat ligt vlakbij bij Arnhem waar ik woon. En... daar ben ik ooit een keer iemand tegengekomen die gewoon 10 kilometer achterwaarts ging lopen. Die had al zo vaak die tocht gelopen. Die had zoiets van, ik ga hem nu gewoon achterwaarts lopen. Dat vond hij dan een nieuwe uitdaging. Dus nou, ik kan me voorstellen dat het moeilijker is om hem achteruit te lopen dan vooruit. Dus Zoals ze wel eens zeggen, hè? Iedere gek zo zijn gebrek. Precies, ja, inderdaad. Ja, daar komt het wel op neer. Ja. En ja, wie ook gek is, om dan toch maar even daarop verder te gaan. Ik vond Peggy vooral deze opdracht goed haar best doen. Want die is zo gek om 3 mannen tegelijkertijd te dragen, joh. Ja, die is toen wel een beetje... Volgens mij zei Patrick het ook al. Ja. Nicky. Ja, volgens mij... Ja, Nicky was dat, ja. Want Nicky zegt inderdaad Nicky zei... van... Peggy doet te veel voor geld of zoiets altijd volgens mij. Ja, en ik denk dat ik het daar ook al op een bepaald niveau mee eens ben. Kijk... Kan nog altijd switchen, geen idee. Er zijn nog 6 afleveringen, maar ik vond inderdaad dat ze erg heel erg kandidaatricht deed. Kijk, het kan natuurlijk ook een afleidingsmanoeuvre zijn, zodat ze voorbij stenen liepen. Ja. Maar wie weet. Ze liepen langs. Ik vond het wel typisch in ieder geval. Ja. Ja, ik vond het ook wel gek dat ze dan inderdaad die 5 alle 5 de personen missen dan die
die paal waar ze dan die 25 euro stenen liggen. Ik bedoel, je hebt al een keer meegedaan met Wie is de Mol. Dus je weet toch hoe het spel gaat. En ja, ik vond dat heel gek. Ik kan me dat ook niet voorstellen. Ja. Nee, maar ik ben er niet bij geweest. Wat ik ook heel gek vond is... kijk, op een gegeven moment zijn er in een groep van 4 mensen... die pakken maar 35 euro aan het einde. Dat moet dan nog gehalveerd worden. Maar 35 euro, dat kan je nooit bereiken als je steeds 2 stenen van 5 mag pakken. Dus je moet elke keer 10, 20, 30 of 40 hebben. Dus iemand moet ergens een steen geloodst hebben. En ja, dat werd volgens mij ook door een van de kandidaten gezegd. Ja. Dat er met stenen gemold was. Dat er of te weinig zijn gepakt of dat er uit zijn gegooid. Maar ik denk dat er misschien wel te weinig stenen in de mand zijn gedaan toen ze de 5's hebben gepakt. Dat zou ook nog kunnen. Je kreeg 2 stenen voor 5 en dat iemand maar 1 steen heeft gepakt. Ja, dat iemand gewoon de fout heeft gemaakt om 1 steen. Ja, dat zou uiteraard ook nog kunnen. Ja, dan kom je op zich wel op die 35 uit. Nou, in totaal verdienen ze dan dus een 97,50 euro, omdat het dan gehalveerd wordt. En dat wordt dan aangevuld tot 100 euro. Ja, best weinig als je merkt dat het meer dan 2000 euro verdiend kan worden. Maar ja, zeker. Dit was ook niet echt een opdracht waarin de volledige poen binnengehaald zou kunnen worden. Nee, dat had ik ook niet verwacht. Nee. Wat ik trouwens wel heel leuk vind aan dit seizoen, is dat er direct in het begin al heel veel troeven te verdienen zijn. Ja. Zoals in deze opdracht dat er jokers tussen de stenen liggen. En in de latere opdracht bij het lasergame dat er daar jokers en min geld en plus geld verdiend kan worden door gewoon goed te zoeken. Ja. En ja, dat geeft ten opzichte van het vorige seizoen, waar volgens mij echt 2 jokers te verdienen waren in een heel seizoen, wel een leuke twist eraan. Ja, ik vind dat ook altijd wel wat hebben of zo. Het maakt het onderlinge verband of zo tussen de kandidaten ook altijd wel een beetje spannend. Want de een heeft dan een joker en dan reageert de groep daar toch wat anders op. Ik vind dat wel gaaf, ja. Ja, inderdaad. Ik krijg een beetje strijd tussen kandidaten daarom. Ja, en je merkt ook maar, een joker hoeft niet per se te zijn dat je doorgaat naar de volgende aflevering. Want we hebben Nacho gezien, deze aflevering. Die gaat gewoon met een joker ingezet alsnog eruit. Yep. Dus ook deze aflevering hebben we weer wat audioberichten binnengekregen. En zo hebben we er ook eentje over Ellie binnengekregen. Hey jongens, mij is in aflevering 1 ook iets opgevallen. De hele aflevering en alle opdrachten staan in het thema van jezelf vinden, jezelf zien, wedergeboorte, je spiegelbeeld. Als dit een hint is, zou ik vooral denken aan Ellie Lust. Ellie heeft een identieke tweelingzus, misschien wel haar spiegelbeeld. Niet zo lang geleden verscheen er een filmpje online waarin ze sprak over het uit de kast komen met haar zus, misschien wel haar wedergeboorte. En in de opdracht waar ze allemaal spraken met de mol, liep zij als enige links langs de bakjes terug. De rest van de spelers liep rechts van de bakjes terug. Als zij linkshandig is, zou dat niet zo raar zijn. Dan kun je namelijk makkelijker met je linkerhand in zo'n bakje. Maar Ellie is geloof ik rechtshandig. Ze pakt normaal alles met de rechterhand vast. Misschien kreeg zij wel de opdracht van de makers om in spiegelbeeld terug te lopen langs de bakjes. Iets om over na te denken. Ja, en dat zou dus inderdaad kunnen slaan op het woord spiegelbeeld. Goed gevonden inderdaad. En heb je nou zelf ook nog zoiets van, ik wil graag ook een audiobericht sturen. Dat kan natuurlijk. Stuur me eventjes naar 0682521346. Stuur daar gewoon even jouw WhatsApp bericht naartoe. Natuurlijk in audiovorm, dan kan je ook dus in deze molkast komen. Gaan we door denk ik naar de tweede opdracht. De lasergame opdracht. Hij is gewoon weer terug. Oftewel, eterdiscipline. Juist. Yeah! Oké, nog één keer dan eterdiscipline. Ja, dit vond ik wel even mooi. Slag doen. Hoe heet dat ook alweer? Ik heb me nog even afzijde gehouden. Ik heb het woord ook nog even niet willen zeggen. Jongens, nog één keer dan. Eterdiscipline. Yes! Nu al het mooiste moment van heel Ja, sowieso. Ja. En ik vind het leuk dat deze opdracht ook gewoon eens een keertje in het begin van een seizoen komt. Want in seizoen 20 kwam die best wel laat eigenlijk. Ja, maar daarentegen kwam hij in seizoen 19 ook vroeg. Ja, dat is waar. Maar toen mochten ze niet echt zelf terugschieten. Toen was het meer dat ze lasers moesten ontwijken en zo, toch? Toen was het meer een parcours zonder inderdaad geschoten werd. Ja, ik vond het wel weer gaaf om dit even zo op deze manier te zien. En, ja, het was een gaaf, ook met de booby traps en zo was wel cool. Ja, wat zou jij doen als je een tang ziet liggen? Dan weet je toch ook van, er moet toch doorgeknipt worden? Toen dacht ik echt, zijn jullie nou zo dom of doen jullie nou zo dom? Ja,
Ja, Ron en Nicky die laten dus expres die tang eigenlijk een beetje achterwege. En volgens mij is het, echt pas Horus of zo die ze pas echt doorknipt. Maar die is pas twee rondes later aan de beurt. Maar met Ron en Nicky was wel niet zo grappig, vond ik. Met die kist. Waar is de kist? Ja. Ja, maar niet alleen dat. Gewoon hoe ze daar stonden. Ja, ja, dat was wel leuk. Echt heel, ik vond het een heel komisch duo. Ja, maar weet je wat het is? Ron die wil als eerste gaan. Ik zou dat als mol niet zo snel doen, want dan word je gewoon nog door iedereen in de gaten gehouden. Iedereen kan meekijken met die schermen. En inderdaad, ze zijn ook wel heel knullig aan het bewegen door het parcours. Ja, dus dan is er zo'n ruimte onder een draad en zo'n boven en dan gaan ze er maar onderdoor. Ja. Mensen die het op Spotify zien, kunnen het niet zien, maar... Ja, ik zal het even uitleggen. Het is inderdaad een draad dat bijna op de vloer ligt en dan wil je er nog onderdoor kruipen eigenlijk. Ja, ja precies. Dat volgens mij, ja. Ja, als je echt denkt van... Waarom? Ja. En wat ook wel gek is, want dat is Patrick onder andere, die blijft heel lang met geld op zak lopen. En dan op een gegeven moment dan wordt hij dus afgeschoten, net voordat hij hem echt dat in de kist wil gooien. Vond ook niet zo'n hele slimme actie, want ja, uiteraard moet je het geld wel in de kist doen. Dat leek me best wel logisch eigenlijk. Maar hij heeft wel zijn eigen joker gevonden. Was hij degene die ook zijn eigen joker vond? Want ik meen dat iemand heeft... Ik weet even niet wie het was. Was het Natja? Die Horus en Joker en dat ding is Nee, dat was Peggy, denk ik. Oh, Peggy. Nou, in ieder geval... Iemand heeft Horus en Joker erin gedaan. Maar er is maar één Joker die kist in gegaan. Ja. Dus dan denk ik... Dan zou het ook wel moeten dat Patrick zijn eigen Joker heeft gevonden. Ja, zou kunnen. Moet ik eerlijk zijn dat ik daar niet echt goed op gelet heb. Ja, ik vond het wel gek dat het dan... Ja, aan de ene kant snap ik het trouwens ook wel dat die troeven op naam stonden natuurlijk. Want anders kan de eerste in het parcours alle jokers gelijk meenemen. Dus op zich precies. Hebben ze dat waarschijnlijk om die reden gedaan. Maar inderdaad, waar we het net ook al over hadden. Ook weer bij deze opdracht kun je dus weer wat jokers voor jezelf verdienen. En dus ook weer wat geld te verdienen, maar ook weer min geld. Dus ja, het is gewoon echt en goed kijken natuurlijk. En je hebt ook een beetje win voor jezelf. Dus je speelt, je speelt niet voor de groep spot, maar ook gewoon een beetje voor je eigen, je eigen spel. Leuke opdracht in ieder geval weer. Er is wel veel gebeurd. Ja, Horus kwam vooral een groot stuk door het parcours heen. Terwijl Tycho al afgeschoten was op dat moment. En je ziet hem hij ook was, veel... Nee, hij was niet als laatste, of wel? Dat was Jeroen, meen ik. Ja, Jeroen was als laatste, inderdaad. Samen met Ellie. Ja, klopt, inderdaad. Ja. Ja, maar Horus was... Ja, die kwam ook wel best wel ver bij de finish. Op een gegeven moment zag je ook weer dat schema, hoe ze dat hadden gemaakt. Vond ik ook best wel fijn dat het zo goed zichtbaar was. Om te zien waar die kist nou zit. Hoeven we dat zelf niet te maken? Ja, precies. Hoef ik dat zelf niet te maken? Ja, inderdaad. Dankjewel, makers van Wie is de Mol. En... En Horus verdiende ook veel geld volgens mij. Maar ja, je ziet hem maar een paar biljetten in die kist zelf doen. En dan schakelt het beeld weer weg. Dus neem aan dat hij al die biljetten er wel in heeft gedaan. Maar... Ja, want hoeveel was dan over 10 in totaal? €260. Ja, nou, ook niet weer een bedrag waar je zegt, nou poehoe. Dat is nee, daarvoor kan... Er ging natuurlijk ook €100 vanaf, maar... Ja. Ja. Daarvoor kan Jeroen hem nog wel dat kleine stukje over de finish in helpen. Mocht hij nou of een kandidaat zijn of een mol zijn. Ja, dat maakt op zich niet zoveel uit. €260, dat zou ik nog wel als mol zijn. Zoiets hebben van nou, dit durf ik nog wel over de finish te halen. En dan kan ik toch nog een klein beetje vertrouwen winnen of zo. Ja, ik bedoel, ze hadden al niet heel veel. Dus, nee. Ik zou eens even kijken voor de grap. Aan het begin van deze aflevering, als we dan niet dat geld van Horus mee tellen, stonden ze op €750. Nou, bij de eerste opdracht in deze aflevering verdienden ze 100. Dus ze stond op €850 stond de pot. Nou, ja, dat is echt niks nee, dus. Niks. Nee. En ik hoor ook wat verhalen op het internet dat misschien de mol een van de andere kandidaten zou hebben afgeschoten. Dat zou natuurlijk kunnen als die twee best wel wat een eind uit elkaar verwijderd zijn. Het zou ook kunnen dat volgens mij... was Nicky als een soort schild voor Ron. Maar misschien heeft Ron wel gewoon Nicky afgeschoten. Dat zou ook nog kunnen, uiteraard. Ja. Nou, ik zou het wel gek vinden. Want ik meen dat de vijanden, om ze maar even zo te noemen... Ja. Rode lasers gebruikte.
En dat de kandidaten allemaal groene lezers waren. Oh ja, dat zou kunnen. En ja. Hoe ik heb zelf wel eens gelasergamed. En meestal zit je met dezelfde mensen in een team en kun je hun niet afschieten. Ah, ja. Omdat jouw laser alleen op hun hashje werkt. Ja, ja. Maar ja, dat ja. zijn in ieder geval de keren die ik heb lasergegamed. Dus kijk, het kan natuurlijk gewoon heel anders zijn. Maar... Ja, in videogames noemen ze dat friendly fire of zoiets, toch? Of ja, fire precies. Friendly, zoiets, ja. Friendly Fire heb je al vaak inderdaad. Ja. Bij iets van Call of Duty, ja, ik speel het zelf. Nee, niet, ik maar. Ook niet, maar ik heb het wel eens zo die term voorbij horen komen inderdaad. Ja, dus dan kun je niet elkaar afschieten inderdaad. Ja, ja het zou ook kunnen, maar wel. Ik weet het niet. Ja, ik weet dat er seizoenen zijn geweest waarop wel de kandidaten elkaar konden afschieten. Dus het is ook weer voor de vraag of dat bij dit seizoen ook zo is natuurlijk. Ja, ik was naar de hashes aan het kijken, maar waren dit niet dezelfde hashes als die vorig jaar gebruikt werden? Oh, dat zou heel goed kunnen. Stonden er drieën en vieren achterop? En was er toevallig... ik meende dat het volgens mij Nathan Eén hashje was, dat hij een 3 of zo had. Ja, dat was toen nog de super hint, waardoor iedereen Nathan wilde denken. Ja. Dus daar... Zo goed heb ik het niet gezien, maar ik meen dat het dezelfde hashje... Dat, nou, ik kan het ook fout hebben, ik weet het niet. Dus joh. Na deze opdracht verdenk jij Nathan? Ja, nu weet ik het zeker. Nathan is toch de mol. Ja, precies. En Robert komt terug. Ja, we houden hem gewoon kunnen blijven hopen. Ja. Nou goed, ik denk dat we deze opdracht dan ook alweer besproken hebben. En dan komen we dus aan bij het bondje van Ron en Tycho. Nog heel even over de vorige aflevering, of de vorige opdracht. Ja. Natja pakt natuurlijk ook nog min geld. Ja. Dat hadden we nog niet gezegd, maar ja, ik weet niet of dat heel, heel nuttige informatie is, aangezien ze in het eind van deze aflevering eruit gaat, dus... Ja, ik denk dat we daar niet echt nog meer... Ik denk dat het gewoon per ongeluk dat het plusgeld was. Ja, precies, dat inderdaad. Of van, hey, ik zie een biljet, ik pak het gewoon, ik gooi het gewoon in die kist, want ik denk dat alles wat ik vind, dat dat plusbedragen zijn of zo. Ja, Rick had ook niet van tevoren verteld dat er minbedragen volgens mij waren in het spel. Dus. Correct. Ja. Nee, oké, dat begrijp ik op zich nog wel, ja. Dan het bondje van Ron en Tycho, die we na deze opdracht zien. De volgende ochtend zitten ze in de ontbijtzaal. En wel grappig hoe Horus opeens daarnaast zit. Ik zit hier al 3 uur jullie te luisteren. Lekker met zo'n bakje yoghurt. Ja. Maar ik vind hun bondje heel voorzichtig of zo. Ja, maar volgens mij ontstaat het meestal wel zo voorzichtig. Want als je later nakijkt naar Ellie en Patrick, is het ook niet echt van... Ja. Dan is het ook meer gewoon, zullen we misschien af en toe even wat informatie delen? Ja. Ik vond het wel heel komisch hoe Tycho zo die zaal binnenloopt en dan eerst zo eventjes zo kijkt zo op dat boekje van Ron, zo wat hij aan het opschrijven is. En dan zie je en Ron zo... Zo van onder naar boven zo. Oh, jij bent hier wel. Wie is dit nou? Ja, wel... Wat hebben we hier? Ja. Ja, wel komisch. Ja, ik vond het een leuk fragmentje in de aflevering. Ja, zeker. Ja. Dus, ja, maar ze gingen nog heel even afwachten volgens mij, toch? Of we hadden snel echt een bondje? Ik weet het eerlijk gezegd niet. Ik vond het een beetje gek lopen, omdat je op het einde natuurlijk dat fragmentje van Horus erbij kreeg. Ja. Dus ik heb niet helemaal meegekregen of het nou een bondje was of niet. Ja, nee, weet ik ook nog niet, maar... Meestal als ze dit zo uitleggen, wat een bondje dan gaat worden, dan blijven ze meestal nog wel even iets langer in het spel. Want anders zou je dit soort dingen niet vertellen, lijkt me. Ja, dan kunnen we het misschien ook direct even over het bondje van Patrick en Ellie hebben. Ja. Daar ging het ook heel voorzichtig en hun hebben ook tegen elkaar gezegd van ja, laten we even de executie afwachten. Ja. Waarbij Ellie natuurlijk direct doorging, wat het wel heel... Toen ze op die plek even vooruit gaan. Ja, die plek was wel apart. Ja, daar gaan we zo verder over. Maar toen ze ging zitten, toen dacht ik al sowieso dat zij door is. Dat kan bijna niet anders. Ja, of dat zij was wel heel... mensen mocht aanwijzen waarvan het scherm getoond zou worden of zo. Ja, precies. Maar het was wel heel obvious dat ze door zou gaan in ieder geval. Ja. Of dat er iets zou gebeuren met Ellie. Ja, dat is zo. Ja. Maar ja, wel interessant. Ja, ik vond het ook wel weer dat klassieke momentje inderdaad... waar we net met Ellie en met Patrick het over hadden. Zo van elkaar dan even vragen of je de mol bent. Ja, ga je dan zeggen dat je de mol bent op dat moment? En dan stel je bent het. Ja, wat maakt dat uit of je dan ja of nee zegt? Want niemand vertrouwt elkaar. Nee, precies. Dat wil ik net zeggen. Als je ja zegt, dan gaan mensen toch twijfelen. Ja. En als je nee zegt, twijfelen mensen ook. Dus. Ja, dat is zo. Ja, zeker waar. Dan gaan we door naar de laatste opdracht. En dat was het vragenvuur.
ja, wederom krijgt eigenlijk penningmeester Patrick weer een belangrijke taak bij deze opdracht. Want hij mag best wel veel dingen kiezen. Hij mag eerst de bondjes samenstellen. En als laatste mag hij dan ook nog bepalen of er 1500 euro in de pot erbij komt. Of de zwarte vrijstelling. Dus ja, ja, wederom, de penningmeester heeft het goed voor elkaar. En ja, dat, Patrick werd eigenlijk aangewezen door Rick in de eerste aflevering. En is dat nog steeds eigenlijk. Terwijl ik wel steeds mensen hoor klagen over Patrick dat hij weer steeds penningmeester is. Maar ze doen er ook niks aan eigenlijk. Maar weet je wat ik dan ook... Dan denk ik, als Patrick nou niet het penningmeesterschap zouden geven en iemand anders krijgt het, zouden ze daar wel tevreden mee zijn dan. Ja. Want ze zijn volgens mij gewoon ontevreden, omdat hun het zelf niet beslist hebben. Ja, precies. Omdat hij zoveel privileges krijgt eigenlijk, zijn ze gewoon een beetje jaloers, bedoel je? Ja, precies. Want ja, in principe, of Patrick de penningmeester is, of dat Peggy het is. Ja, in principe zou het niks uit te maken, toch? Nee. Nee, en hij maakt best wel een goede keuze, want die 1500 euro in de pot, ik streep hem gelijk af als kandidaat, of als mol zijn. Ja. Ik denk dat het kandidaat is. Het is wel... Ik weet dan, het is wel heel, heel typisch natuurlijk. Ja, je gaat niet de pot verdubbelen. Nee, inderdaad. Het is echt een verdubbeling. Maar je zou ook het tegenargument kunnen geven. Misschien weet hij dat er nog een opdracht komt waar ze ook weer heel veel geld kunnen verliezen. Ja, voor een jubileumseizoen zou dat best wel kunnen gebeuren. Want dat is in het verleden ook best wel vaak gebeurd natuurlijk. Ja, ja, dat is wel waar. We hebben vorig jaar, zagen we het dan toen met het servies, dat Nathan op een gegeven moment gewoon de 2000 euro of wat het ook was pakte. Ja, terwijl het servies meer uit was, toch? Ja, ja, en toen dachten heel veel mensen, oh nee, dat zal het wel niet de mol zijn. Ja. Maar het servies was meer waard. En toen dachten mensen van, oh ja, maar dan zou hij misschien wel de mol zijn, omdat hij wist dat het meer waard was. Ja, ja, je kan dat altijd vanaf twee standpunten bekijken, natuurlijk. Ja, ja. Is zo. Dus ja. Ja, en voor de rest kon je als een van de andere 8 kandidaten, als je niet de penningmeester was, kon je maar alleen je best doen en dan hopen dat Patrick jou een zwarte vrijstelling zou gunnen. Maar eigenlijk hadden de andere kandidaten daar niet zo heel veel grip op. Dus. Het enige verschil was geweest dat Patrick samen met die andere kandidaat had moeten beslissen wanneer ze hem in gingen zetten. Ik vraag me af, wat had jij gedaan? Had jij voor geld gekozen of had je een zwarte vrijstelling gepakt? Als kandidaat zijnde had ik voor een zwarte vrijstelling gekozen. Maar dan moet je wel overleggen met twee anderen, hè? En dan maak je ja, het wel... precies. Maar dat vind je meer. En als mol zijnde denk ik ook. Want we hebben het er kort even voordat we op gingen nemen al over gehad. Maar voor een mol maakt een troef in principe niks uit. Nee. Want of er nou een kandidaat afvalt of kandidaat... Ik denk dat het juist fijn is. Want als een kandidaat doorgaat door zijn joker, zit hij waarschijnlijk op de verkeerde mol. Dus is het voor een mol alleen maar fijn dat hij denkt dat hij in de goede richting zit. Ja, zeker waar, ja. Ja, net zoals een vrijstelling. Je gaat door terwijl je eigenlijk helemaal niet op een mol hebt gestemd op dat moment. Misschien maar heb je zelfs wel de test overgeslagen. En de uitslag krijg je niet te weten. Dus je weet niet of je het goed gedaan hebt, ja of nee. Dus precies. Je blijft een beetje in het ongewisse dan. Even daarop vooruit gaan. Denk jij dat Ellie blij moet zijn dat ze zo door ze gaan? Of denk je dat ze beter haar scherm had kunnen zien? Weet je wat het is? Niet iedereen krijgt zijn scherm te zien. Kijk, ik weet niet of het zo is dat nu ook de andere kandidaten allemaal een groen scherm hadden kunnen krijgen als Ellie de test het slechtst had gemaakt. Zij wordt uitgesteld van de test of zoiets. Vrijgesteld van de test werd het gezegd. Dus ik neem aan dat haar score niet meetelt en dat de andere 8 die daar nog zitten, dat het daar onderling tussen gaat dan, toch? Ja, dus, precies. Dat lijkt mij ook inderdaad. Dus Ellie had de afvaller kunnen zijn, maar ze is het niet. Zo van, omdat ze dus vrijgesteld is. Dus ja, in dat geval heb je eigenlijk een test overgeslagen en weet je dus eigenlijk niet of je het goed gedaan hebt, ja of nee. Ja, en vooral omdat je nog in zo'n vroeg stadium zit, lijkt me het juist best wel handig om een indicatie te hebben, zit ik in de goede richting? Ja, dat is zo. En vooral als je nu van Natja hoort dat ze tunnelvisie had, dan zou het eigenlijk niet heel moeilijk zijn geweest om door te gaan. Ja. Ja, aan de andere kant, kijk, als je nu fout had gezeten, had je eruit gelegen. En nu heeft ze misschien nog wel een hele aflevering om misschien haar gedachten te veranderen of... Ja, verder in de tunnel te komen naar een mogelijke mol natuurlijk. Maar ja, misschien verdacht zijn. Ik denk wel dat kan ook.
Want ik denk wel dat Ellie een goed beeld heeft op wat Nadja gestemd heeft, aangezien ze kamergenootjes zijn geweest. En je dan toch wel wat meer informatie vaak met elkaar deelt. Ik heb hier de resultaten van de testen even bijgepakt. En Ellie, ze zegt alleen wie ze niet verdenkt. En ze zegt, ik verdenk Ron niet en ik verdenk Jeroen niet. Ja, Nikki die stemt ook op Nadja. En Patrick heeft op Nadja gestemd. En Peggy heeft op Nadja gestemd. Er zijn toch nog best wel wat mensen die Nadja verdacht vonden. Ja. Ja, Peggy kan ik me... even kijken, Peggy, Nikki en kan ik me best goed voorstellen, aangezien ze wel een beetje tegenstribbelden in deze aflevering. Ja. Waarom Patrick erop stemt, weet ik dan niet zo goed. Misschien dat hij ook onverdacht vindt. Nee. Maar ja, hij had ook een joker ingezet, dus misschien dat dat hem ook wel deels gered heeft. Misschien nog even terug naar de opdracht, want we zijn een beetje van de hak op de tak aan het spelen. Oh ja, we waren eigenlijk op de... Ik dacht al dat we bij de verdenkingen van ons waren aangekomen. Nee, we moeten nog even opdracht 3 afsluiten, inderdaad. Ja, want precies. Er waren toch wel vragen waar iedereen toch wel het antwoord op weet. Als ik aan jou vraag, wat is de hoofdstad van Italië, inderdaad? Ja, ja, dat is... Portugal, toch? En welk land ligt er dan boven Italië? Ja, dat is ook Portugal. Ja, ook Portugal, tuurlijk. Ja. En de hoofdstad en het Ze hadden ook Nederland kunnen zeggen, want ja, dat ligt er ook boven. Ja, op zich is dat wel waar, ja. Ja, dat is zeker waar, ja. Op een bepaalde manier ligt Portugal boven Italië. Ja, daar hebben ze gelijk. Ja. Ja, Ellie en Jeroen die deden dat best wel goed. En ik vond op zich Tycho dat ook wel lekker oppakken, hoor. Die ging ook wel van de ene. Ja, maar hij liep op een gegeven moment wel vast. Ja, dat is wel waar, ja. 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 Hij ging wel lekker in het begin. Ja. Kom maar door met je top 3. Ik zal het spitsel afbijten dan. Nou, ik wou eigenlijk zeggen Jeroen, maar door dat audiofragment begin ik toch te twijfelen of Jeroen het is. Ja, same. Ja. Maar ik ga hem voor deze aflevering nog eventjes erin staan. Dus Jeroen. Op nummer 1 ook? Niet als meest verdachte. Okay, nee, als minst verdachte. Oké, okay, dus op nummer 3. Ik neem Ellie mee op nummer 2. Mm-hmm. En Tycho op nummer 1 op dit moment. Tycho. Alleen heb ik bij Tycho toch nog ook wel twijfels. Maar toch is nog mijn meest verdachte op dit moment. Oké. Okay. Ik denk dat ik Nikki nu op nummer 3 ga zetten. Ja, kan ik me ook wel iets bij indenken. Ik had eerst Jeroen eigenlijk op 1 staan, maar ik denk dat ik inderdaad door dat fragment van de week hem nu op 2 ga zetten. En op 1... Tromgroffel. Ik denk dat ik dan toch wel even met jou meega in de Tycho-tunnel op dit moment. Oké. Okay. Ja. Ja, hij is... verdacht, maar ik vind hem misschien toch weer te verdacht worden. Ja, volgens mij heb je toevallig net op de Wie is de Mol website gekeken, toch? En als daar Tycho op nummer 1 staat, dan is het ja, hij staat niet op nummer 1. Okay. Hij staat op nummer 4. Horace en Ellie staan op 1, 16%. Nikki op 2 met 15. En Tycho op 3 met 14. Oké, okay. Dan zet ik Jeroen wordt op dit moment Jeroen wordt op dit moment het minst verdacht, 8%. Ja. Maar daar is misschien nog wel inderdaad dat fragment dat enige invloed erop uit is geoefend. Ja. Maar dat durf ik niet te zeggen. Ik ga hem toch nog niet helemaal afschrijven. Nee, ik ook niet. Nou, tot slot hebben we dan nog een laatste audiobericht binnengekregen. En dat gaat over mollen die dan mannen of vrouwen zijn. En de afgelopen jaren is het steeds om en om gebeurd. Om het jaar is er een nieuwe mol... Maar het is mij opgevallen dat de ene keer de mol een man is en de andere een vrouw en dan weer een man en dan weer een vrouw. Bijvoorbeeld in 2018 was Jan Versteeg de mol, in 2019 was het Merel en in 2020 was het Rob. Dus misschien is het dan nu ook een vrouwenmol. Denk jij dat de... makers van Wie is de Mol rekening houden of het dan een man of een vrouw moet zijn? Of denk je dat ze puur naar de persoon kijken? Nee, ik denk het niet. We hebben het volgens mij vorige molkastseizoen het hier ook over gehad. Ja. En volgens mij hadden we ook een jaar gevonden waar het niet zo was. Ja, Suzanne Visser is het in seizoen 14 geweest. En in seizoen 15 was het Margriet van der Linden. Dus daar heb je al. Ja, kijk, dus daar klopt het dan al niet meer. Ik denk ook niet dat het... Ik weet überhaupt niet, want volgens mij... hoe ik het ooit gehoord heb, is dat kandidaten... als ze gevraagd worden, op moeten geven... of ze wel of geen mol willen zijn. Ja. En dan een soort van...
Sollicitatie moeten doen. En ik denk dat ze op basis daarvan gewoon iemand kiezen die misschien, kijk, als hun al gedacht hebben, oh, we willen heel graag Peggy als mol hebben. En als Peggy dan zegt, ja, ik wil mol zijn, dat ze niet eens meer kijken naar de rest en dat ze gewoon zeggen, oké, prima, die pakken we. Ja, dat is ook vooral naar karaktereigenschappen kijken en hoe je die dan in het spel kan vergroten. Ja, Tycho zou bijvoorbeeld precies, heel fanatiek kunnen zijn, dan zou je dat fanatisme zou je dan heel erg in kunnen zetten in jouw mol zijnde, zoiets. Ja, maar ja. Ik denk dat als ze iets zouden doen als man, vrouw, man, vrouw, man, vrouw, dat het op een gegeven moment... Ja, dan kun je alle vrouwen of mannen in een seizoen al wegstrepen. Nu zijn er nog maar 3 vrouwen over, dus de kans dat het een man is, is wel groter natuurlijk nu. Statistisch gezien. Ja, precies. Maar nou, laat ik het zo zeggen. Het zou kunnen dat het inderdaad toevallig nu een man is en volgend seizoen een vrouw. Volgend seizoen een man, dit seizoen een vrouw. Ja. Precies andersom, sorry. Ja. Maar ik denk dat het dan... Ja, dat toeval is als... ik denk niet dat dat een van de punten is die ze mee gaan nemen. Niet. De laatste paar seizoenen is het wel steeds om en om geweest. Want Merel was het volgens mij in seizoen 19. Jan Verstegen was het in seizoen 18. Nou, seizoen 20 weten we inderdaad Ron... Rob, sorry. Rob. Ron niet. Nee, Rob was het. En Ron in seizoen 21. nee, Ron is het. Dus ja, het zou kunnen inderdaad, maar... Ja, nogmaals, ik denk niet dat ze daarop op gaan kiezen, inderdaad. Het zou wel interessant zijn als ze het zouden doen. Ja, maar, ja, dan kun je al heel veel kandidaten afstrepen. Nee, dus, ja. Is ook zo. Natje is eruit. Wat vond je daarvan? Verdacht je haar trouwens? Nee, niet echt. Nee. Kijk ook niet. Denk misschien... Ja... Ik weet niet of dat een logisch argument is, maar dat ze misschien een beetje te oud is om mol te zijn. Ja, kan. Ik weet niet, hebben we ooit een oude mol gehad? Robert? Oeh, ja, Robert is best oud. Die was best die was oud, best ja. Wel oud. Ja. En hij was een molletje. Hij was een molletje. Ja. Nee, touché. Nee, ja. Nee, even zonder grappen. Hebben we ooit een wat ouder... Want Natja was volgens mij wel iets ouder, toch? Ken jij toevallig... dan moet ik even denken... Oh, nee, ze is niet eens 50. Ze ziet er best wel oud uit. Ja, Natja zag er wel oud uit, ja. Oh, maar ze is nog niet eens 50. Maar ik heb haar ook weinig in beeld gezien in aflevering 1 ook. Ik heb niks gezegd, sorry. Gaan we nou leeftijdshamen hier? Ja... Straks staat Natja voor de deur. Ja, precies. Ze weet je te vinden. Wat zei je? Nou ja, ze weet toch niet waar Nederland ligt. Dus maakt het uit. De Portugal staat ze dan voor mijn huis. Oh, we zijn heel flauw bezig. Misschien is het tweede man gevonden. Dat denk ik wel. Nee, ja, ik verdacht haar ook niet. En ik heb haar in de eerste aflevering... ook eigenlijk bijna niet gezien. Dus als je zou zeggen van... ze heeft helemaal niet meegedaan in dit seizoen... dan zou ik ook zeggen... ja, klopt. Ik heb haar ook weinig gezien inderdaad. Dus nee, ik verdacht haar ook niet. Precies. Goed, daarmee gaan wij afsluiten. En ik zeg het gewoon nog een keer. Mocht je graag in de molkast willen komen... met een audioberichtje... ga dan eventjes naar WhatsApp. Daar kun je audioberichten inspreken. En stuur dat dan naar 06-8252-134. Zes. En dan kom je misschien de volgende aflevering in de molkast terecht. G, bedankt voor weer een mooie aflevering van deze podcast. En tot de volgende keer. Ja, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren. Vond je de podcast leuk? Vergeet ons dan niet te volgen via Spotify. En neem ook eens een kijkje op ons YouTube-kanaal. Graag tot de volgende keer.